Welkom bij video 3. Deze video van Train Je Gelukscompetenties gaat over positiviteitsvaardigheid. Positiviteitsvaardigheid is afkomstig uit het boek Geluk op het werk, Train Je Gelukscompetenties, als je meer daarover wilt lezen. Als je thuis werkt en je wil meer thuiswerkgeluk, dan is positiviteitsvaardigheid heel belangrijk. Met name in een tijd bijvoorbeeld bij de thuisgedwongen quarantaine, zoals in de coronatijd, zou je kunnen zeggen dat er een negatieve aanleiding is om thuis te werken en veel online te werken. Een van de eerste dingen die bij positiviteitsvaardigheid handig zijn om te leren is de zogenaamde positiviteitsratio, als je beter wil omgaan met deze tijdgeest. Daar geef ik een voorbeeld van. Positiviteitsratio is een aantal positieve dingen kunnen noemen die gelinkt zijn aan iets wat in de eerste instantie negatief is. Bijvoorbeeld gedwongen thuiswerken in coronatijd. Nou, als ik dan die dingen zou opnoemen, dan zou ik zeggen, ik leer op dit moment veel meer over online marketing. Ik voel veel meer saamhorigheid op het moment dat ik met anderen mensen spreek en met hen deel wat hen bezighoudt. En er zijn enorm veel kansen om andere mensen te helpen en een hart onder de riem te steken. En op andere manieren te verbinden die voorheen minder logisch zouden zijn. Nou, waarom is de positiviteitsratio belangrijk? Omdat de hersenen de neiging hebben om meer aandacht te geven aan datgene wat negatief is. Kijk maar naar het NOS-journaal. Kijk maar in de kranten. Meestal worden er aan negatieve berichten veel meer tijd en aandacht besteed. De hersenen houden zich dan ook meer bezig met datgene waar jij je zorgen over maakt. Of met kritiek of dingen die niet goed zijn gegaan en die je toch nog wilt verbeteren. Op het moment dat je ruimte gaat maken voor positieve dingen, dan is er een minimale positiviteitsratio van 1 staat 3 nodig. Dat wil zeggen, 3 positieve dingen die opwegen in tijd en ruimte die de hersenen vragen, tegen dat ene negatieve. Nou is dit qua thuiswerken in coronatijd natuurlijk een vrij groot thema. Maar daarom is het nog steeds belangrijk om je te blijven focussen op wat is er dan wel en wat is er dan positief. Omdat je dan op die manier in een betere stemming kunt blijven. Op die manier je hersenen beter kan laten werken. Dus positiviteitsvaardigheid betekent ook nog het blijven beoefenen van denken aan positieve dingen. Ook al zijn er veel negatieve berichtgevingen rondom jou. Dat is 1. De tweede tip die ik je daarin geef is, positiviteitsvaardigheid wordt ook enorm vergroot als je onbenullige speelse dingen doet. Uit onderzoek blijkt dat als 2 mensen met elkaar samen lachen, samen lol hebben over onbenullige zaken, dat de verbinding anders wordt, de stemming wordt anders. Als je dat doet aan het begin van een meeting, dan gaat de vergadering ook anders lopen. En hoe kan je dat doen? Onder andere door bijvoorbeeld aan het begin van een vergadering een check-in te doen met alle mensen en hun te vragen naar een bijzonder moment van afgelopen week of een succesje of iets positiefs of iets wat je blij maakte. Of iets waar je dankbaar voor was. Nou is het zo dat als het gaat om het delen van een moment, dat de meeste mensen het heel algemeen houden. Ik ben trots op mijn kinderen. Ik ben dankbaar dat het mooi weer is. Ik ben blij dat ik nog werk heb. Maar het gaat erom in de positiviteitsvaardigheid dat je een specifiek moment kunt omschrijven. Want als je een specifiek moment kan omschrijven, dan kunnen de hersenen dat weer gaan herbeleven. Dus op het moment dat je gaat vertellen, vorige week was ik met een vriendin
aan het wandelen. En daarin had ik echt het gevoel van verbondenheid. Deze vriendschap is al heel erg lang. En we konden samen, wel met gepaste afstand, toch onze zielenroerselen delen. Op het moment dat je bepaalde specifieke momenten gaat vertellen en omschrijven met wie je was, waar je was, hoe je je voelde, dan ontstaat er herbeleving in de hersenen. En dat betekent dat die hersenen daardoor weer effectiever worden en jij in een betere stemming komt. Want hersenen maken namelijk geen onderscheid in of het vorige week was of dat het nu is, om de gelukshormonen te kunnen aanmaken. Op het moment dat jij weer je verbindt met die momenten, dan ga je ook weer die dankbaarheid voelen of die waardering. Of ervaar je misschien die innerlijke glimlach van binnen als je terugdenkt aan dat moment. Nou, en tot slot, op het moment dat je begint aan een vergadering of je begint aan een taak en je wil je in een positievere stemming brengen, ga dan bijvoorbeeld een uitzending kijken van een cabaretier. Tegenwoordig kun je ook heel veel online spelletjes doen. Dus er zijn manieren, die manieren weet jij zelf het beste om jezelf in een positieve stemming te brengen. En je zult zien dat daarna de situatie voor jou verbetert. Ik wens je heel veel positiviteit, vaardigheid. En als je nog meer vragen hebt, laat het me gerust weten. Dan sta ik je weer bij.